We dachten dat we toch al wat gezien hadden in Afrika. De Big Five. De Small Five. En zelfs de Ugly Five. En toen gingen we naar Tanzania. Op het programma stonden Tarangire National Park, Lake Manyara National Park, een Ngorongoro krater en uiteraard het Serengeti National Park. Wij dachten dat we al veel zebra's gezien hadden. Dwars door het park loopt de Tarangire-rivier. Op het einde van het droge seizoen de enige plek met water. Een eindeloze kolonne zebra's in single file daalt af naar het water. En in hun gezelschap ook veel dorstige gnoes. Ook aanwezig giraffen, olifanten en nog wat vogels als decoratie. Kortom, indrukwekkend. Tarangire National Park is ook bekend voor zijn boomklimmende leeuwen en gigantische baobabs. De leeuwen hadden echter geen zin in een beklimming, maar de baobabs hebben we wel kunnen aanschouwen. Er staan exemplaren om u tegen te zeggen. We dachten dat we al veel olifanten gezien hadden. We rijden door het bosrijke gedeelte van Lake Manyara National Park en spotten enkele olifanten links van ons. Ze maken aanstalten om de weg over te steken, dus houden we halt. Olifanten hebben altijd voorrang. Dan blijken de enkele olifanten er eigenlijk tientallen te zijn. En plots bevinden ze zich links van ons, voor ons, rechts van ons en achter ons. We zijn met andere woorden volledig ingesloten door een grote kudde dikhuiten. Kortom, indrukwekkend. Rustig blijven, genieten en foto's nemen is de boodschap. Lake Manyara strekt zich uit langs de 600 meter hoge rand van de Riftvallei. Er zijn hier zelfs enkele warmwaterbronnen, getuigen van de nog steeds aanwezige tektonische activiteit in de Oost-Afrikaanse slenk. Tegelijk is het een uniek biotoop waar buffels, gnoes en nijlpaarden zich thuis voelen. Daarnaast is er een zeer grote variëteit aan watervogels. We dachten dat we al veel indrukwekkende vergezichten gezien hadden. De Ngorongoro Conservation Area staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Wij weten nu waarom. Ja, we hadden het al op foto's gezien en in natuurdocumentaires op televisie, maar het blijft een wauwmoment als je het live mag ervaren. Het uitzicht was perfect, met de juiste wolken op de juiste plaatsen en ja, het is indrukwekkend. Moeten we nog een keer naar beneden trekken? Ze zijn het kruipen, ze zijn nu. So every rainy season. What is that? Zet erop, zet.
hoeveel zijn ze er wel? Vier. Ik zie vier kleintjes. Mooi jongens, ze spelen op de baan. Ja, nu zitten ze zo schoon op de weg. Nee, de zon is erbij. Die kleintjes gaan ook al door de knieën precies, hè? Ziet u dat? Marifa. Wat? Apokar. We dachten dat we al veel gnoes gezien hadden. We gingen naar het Serengeti Nationaal Park. Het park ter parken doet zijn naam alle eer aan. Het regenseizoen is dit jaar veel vroeger dan normaal en de regens zijn al tot in het centrale deel van Serengeti doorgedrongen. Het is er al behoorlijk modderig, waardoor onze chauffeurs het betere 4x4 werk kunnen demonstreren. Maar daardoor is de grote trek van de gnoes al volop bezig. Wat een onverwachte meevaller. Kuddes van duizenden en duizenden gnoes trekken door de eindeloze vlaktes. Dat is trouwens de letterlijke betekenis van het woord Serengeti. Geregeld zetten ze het met z'n allen op een lopen. Daverend hoefgetrappel en grote stofwolken zijn het resultaat. En wij kijken met verwondering toe en maken foto's. Verschrikkelijk veel foto's en filmpjes. Het is indrukwekkend. We verbleven in het Kati Kati tentenkamp, waarbij de gnoes langs de voordeur voorbij wandelden. Veel gnoes betekent ook veel eten voor de predatoren. Niet verwonderlijk dus dat ook veel leeuwen, luipaarden, cheetahs en hyena's tegenkomen. Verder ook nog olifanten, giraffen, impala's, hartebeesten, hippo's, gieren, arenden, secretarisvogels, kortom heel veel beesten. We wandelden ook nog langs de oevers van het uitgedroogde Lake Manyara, onder begeleiding van een Maasai-krijger. We werden rondgereden door drie fantastisch goede chauffeurs. We geraakten probleemloos door alle modderpoelen en slechts één lekke band werd binnen de kortste keren vervangen. We logeerden afwisselend in mooie lodges. En in tentenkampen midden in de natuur. We hielden even halt in een lokale school waar 15 leerkrachten het beste van zichzelf geven voor meer dan 800 leerlingen. We bezochten de Oldupai-kloof, ook wel gekend als de wieg der mensheid, en gingen op bezoek in een Maasai-dorp. Our house is too small. We'd like to divide it. We zitten dus nu in de Maasai-hut van de zoon van de chef. Hij slaapt hier met zijn ene vrouw. De andere vrouw heeft een hut hiernaast. I have two wives. And my father's house, 15 wives. Samengevat, een onvergetelijke reis.